aanvoerder Mahouna Amavoor. Een 3-3 gelijk spel op Rode JC. Hoe kijk je terug op deze wedstrijd? Moeizame eerste helft, vooral de eerste fase van de eerste helft. Ik denk dat we nog wel goed op voorsprong komen, maar binnen 5 minuten zijn we het eigenlijk helemaal kwijt. En ik denk dat we blij mogen zijn dat we op dat moment met 1-3 maar achter staan. En we maken nog wel de aansluitingstreffer. En ik denk dat de tweede helft wel veel beter was. We zaten meer in de wedstrijd. Ik denk ook iets meer op en neer, waardoor bijvoorbeeld Kai in zijn kracht kwam met ruimtes. En ja, ik denk uiteindelijk wel een terecht punt. Ja, al snel valt Bart Biemans uit met een blessure. Kort daarna vallen ook 3 tegendoelpunten. Is dat de link aan elkaar? Ja, dat is altijd moeilijk te zeggen. Maar misschien wel. Misschien was de organisatie even weg. Ik weet niet wat het is. Het is moeilijk om te zeggen. Maar wie er ook speelt, eigenlijk mag je niet zo snel een voorsprong weggeven. En uiteindelijk creëer je wel nog veel kansen. Die 3-3 die was wel meer dan terecht, denk ik, gezien het wedstrijdbeeld. Ja, vond ik wel. De tweede helft kwam ook vaker vast op hun helft te staan met de bal. En ruimtes worden wel wat groter, maar ik denk dat we er wel beter in zaten. En uiteindelijk blij en een terecht punt. Ja, we zien jullie al een aantal wedstrijden op rij, zien we jullie echt doorknokken tot het einde. Is dat ook deels een kracht van jullie? Ja, natuurlijk. Dat moet je altijd kunnen brengen. Het is wel vaak dat wij, een paar wedstrijden al, dat de eerste helft heel matig is. Dus daar moeten we eigenlijk vanaf en proberen dat gewoon 90 minuten vol te kunnen houden. Ja, uiteindelijk in de slotfase ga je nog naar de kant. Heeft het te maken met een blessure? Ja, ik had in de eerste helft een ijsbeentje gehad op mijn bovenbeen, net boven de knie. Dus ik heb hem nog wel lang door kunnen spelen, maar op het eind werd hij een beetje stijf. Dus komen we daar goed behandelen en ik denk dat zaterdag geen probleem moet zijn. Ja, jullie spelen nu de eerste wedstrijd zonder publiek. Hoe is het bevallen? Hoe ervaar je dit als speler op het veld? Ja, toch vreemd. Niet dat extra zetje misschien op sommige momenten. En als de bal even uit is of het spel ligt stil, dan kijk je om je heen en zie je allemaal lege stoeltjes. Dat is toch bizar eigenlijk dat deze tijd ooit is gekomen. Ja, zaterdag spelen jullie alweer tegen NEC. 2 wedstrijden in een week. Bevalt het jou? Ja, ik heb liever wel lekker een paar wedstrijden achter elkaar. Kan je een ritme pakken. Misschien als je goed resultaat haalt, dan ga je opeens hard omhoog. Dus ik denk dat we vandaag aardig zijn gestart. En hopelijk kunnen we in Nijmegen zaterdag een punt of 3 punten halen.